Buonasera dal TG1, apriamo questa edizione con una drammatica notizia giunta poco fa in redazione. Marco Pantani è morto. Il popolarissimo ciclista, soprannominato il Pirata, è stato trovato stasera in una stanza di un residence a Rimini. De Piraat is niet meer. 34 jaar. Dood. Gevonden in een hotelkamer in Rimini. Marco Pantani, een van de meest aansprekende klimmers ooit, is in stilte gestorven, in eenzaamheid. Marco Pantani van 13 januari 1970 uit Cesena fietst zich op 28-jarige leeftijd tussen de groten der aarde. In 1998 wint hij de Giro d'Italia en later de Tour de France. Hij is de laatste klimmer die dat weet te bereiken in één seizoen. 10 jaar geleden kwam hij op sensationele wijze de Tour binnen. Pantani, meteen Pantani. Er is nog nauwelijks een minuut geklommen in deze Ronde van Frankrijk op een echte berg. Of de man die 2 etappes won in de Giro d'Italia bergop gaat al. En hij is meteen ook weg. Een etappezege in de Tour van dat jaar, wanneer Indurain wint, is hem nog niet gegund. Maar een jaar later wel. 2 etappezegen zelfs in de Tour de France. Om te beginnen die in de rit naar Gusenneige. En later ook nog de zeer tot de verbeelding sprekende overwinning in de etappe naar Alpe d'Huez. Marco Pantani is een ster. Met Marouaz. Pantani. Met Marouaz. Tik, 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 tik. Daarvoor dus. En Pantani gaat er in 1 overheen. Giranke denkt dat moet ik kunnen. Maar hij zal zich misschien zelf opblazen. Zullen we gaan zien. Wat een feest voor de duizenden tifosi hier op de Alp. 2 Italianen die het voorlopig maken. Waarbij Pantani op 10 kilometer voor de streep de beste winstkansen heeft. Nu is hij bij hem. En nou eens kijken wat Cotti doet. Die rijdt dus, ik denk, op tand groter. Hè? Ja. Die moeder is kleiner, dat deed hij nu. Pantani en Gotti, 2 jonge Italianen. Oh, Gotti, wat een lef, Toonje. Wat een lef om dat aan te durven, hè? Daar is hij weg. Pantani is weg. Gotti kon dit ook niet houden. Niemand kan Pantani houden. En hij zal niet misstaan als hij straks de etappe wint op die mooie erelijst met de namen van Coppi en van Zoetemelk en van Agostinho en van Winnen, Herrera, Ino, Rook, Steunissen, Bugno, Hemsten. Pantani, die een beetje moeite had met de bocht, gaat hier dus winnen. De etappe was niet zo heel erg lang, maar ja, 3 van die enorme bergen. 1 berg werd rustig genomen door iedereen. En hier is de man die de etappe wint, 5-13-16. Later dat jaar wordt Pantani 3e bij het WK in Colombia, dat door Spanjaarden wordt gedomineerd. Olano wordt daar wereldkampioen, Indurain wordt 2e en Marco Pantani finisht op de 3e plaats. Marco Pantani, Italy. De Tour de France van 1997. Marco Pantani wint 2 etappes en hij wordt 3e in het eindklassement. Pantani voor Mercato Uno wint zijn 2e etappe in de Tour. Goed gedaan. Zijn grote eigenschappen heeft hij aangewend om hier te winnen. Het applaus is voor deze man Pantani, 5'57'16. Hij eindigt dus als 3e, achter winnaar Ries en Viranke. Maar 98 zal het topjaar worden van Marco Pantani. Hij wint eerst de Giro met overmacht en start dan als favoriet in de Tour. Hier gaat Pantani. Okay. Hij is toch snel gegaan, Steef. Jalabert probeert aansluiting te krijgen. Ulrich komt. Ulrich kan dat natuurlijk als geen ander. Voor de anderen is het natuurlijk
heel gevaarlijk om mee te springen. Maar Bogert twijfelt, maar hij ziet natuurlijk Jalabert mee sluipen en ook een Uri. Toch in dit geval zou ik zeggen, kies je eigen tempo, want Pantani die kijkt niet op of om. We hebben het verleden jaar kunnen zien op de Alpe d'Huez. Het gat zit er tussen Bogert en de achtervolgers. Pantani nu vooraan, dan Ulrich en dan Jalabert. Dan is er een gaatje. Beltran aan de rechterkant, die wordt echt voorbij gestoken. Ulrich kan toch niet meteen op het wiel komen. Heeft toch moeite. Maar Pantani die kan dit als geen ander natuurlijk. Ja, de schade die hij heeft opgelopen ten opzichte van Ulrich is zowel in de proloog gebeurd als in de tijdrit van 58 kilometer. En dus krijgt de 11e etappe van de Ronde van Frankrijk van dit jaar een goede winnaar. Die ook wel verwacht werd. Zo moeilijk was het niet voor de prognostiek van vandaag. Marco Pantani wint weer zijn bergop etappe in de Ronde van Frankrijk. Hier is hij. Weer een Italiaan. Christophe Massi. En nu deze kunstenaar van de bergen. Het is de Tour de Dopage. Het is de Tour van het Festina-schandaal. Het is de Tour van de massale opgave van coureurs uit protest tegen de dopingcontroles. En het is de Tour van Marco Pantani. Daar komt Pantani. Ja, ja, dat is het moment waar we op zitten te wachten. Pantani, die gaat. Eindelijk. Hij kwam van ver vandaag. Gevallen op de Croix de Fer. Wat doet hij nu? Wil hij wachten op Leblanc? Hij wacht op Leblanc. Heel slim. Twee man ben je natuurlijk zeker als je de afdaling nog krijgt. Die heel, heel lang is en niet zwaar. Die makkelijk te rijden is met twee renners dan. Alleen doet hij heel slim. En Mercato Uno, die ploeg die nou kwetsbaar aan de Tour begon. En voortdurend achterin te vinden was, heeft hier feest. En de grote Jan Ulrich verliest die dag 9 minuten op Pantani. Die daarmee de Tour gaat winnen. Marco Pantani bereikte in 1998 met zijn overwinning van de Tour de France het hoogtepunt in zijn carrière. Hierna komt hij in de schemerwereld van de doping. De Giro van 1999 heeft hij eigenlijk al gewonnen als hij voor de start van de voorlaatste etappe in de roze trui uit de strijd wordt genomen. Hij heeft een te hoge hematocrietwaarde. In 2001 loopt Marco Pantani nog een keer tegen de lamp. Op zijn hotelkamer wordt een insulinespuit gevonden. Hij wordt uit de koers genomen. Later zal hij daarvan overigens worden vrijgesproken. Marco Pantani schittert voor het laatst echt in de Tour van 2000. Prachtige gevechten, zoals hier met José María Jiménez, die afgelopen december overleed. Pantani wint in deze Tour twee etappes. Deze en later een historische etappe ook naar de Mont Ventoux met Lance Armstrong. Nou, nog één vervelend draaitje. En dan een sprintje. Kijk, heel lang hebben ze er niet voor hoeven fietsen vandaag, dat is bekend. Het was 100 en hoeveel? 49 kilometer. Armstrong heeft het weer waargemaakt. Hij laat het aan Pantani. Hij geeft hem aan Pantani, natuurlijk. Prima. In de Giro d'Italia van 2003 is Marco Pantani nog één keer terug. Dat wil zeggen, hij probeert het. Maar hij is de oude niet meer. Marco Pantani is 34 jaar geworden.